dames en heren. Vlissingen, 13 oktober. Het is bijna 1500 uur en ik ben hier op de kade en beneden mij in het water ligt de Tim Shell, gereed voor vertrek. Onze taak van vandaag is zorg dragen voor de verstrooiingen van de as, van misschien wel uw dierbare, hier op de Westerschelde. Het weer, het is vandaag geheel bewolkt. De wind komt uit het zuidwesten, niet al te hard, kracht 4. Er loopt op dit moment nog laag water. Mijn naam is Sebastiaan Smit en mede namens Aqua Omega wens ik u een mooie reis. Gaat u met me mee? Hoi Sebastiaan. Het schip is er klaar voor? Ja. Ik zou zeggen, welkom aan boord van de Tim Shell. Dan gaan we aan boord en dan vertrekken we. En dan varen we naar welke plaats gaan we? Wielingen Noord. Wielingen Noord. En daar zal het schip gaan stilliggen. Ja. En zullen de verstrooiingen één voor één plaatsvinden. Dat zullen wij niet doen voordat wij de scheepsbel hebben geslagen 8 keer. Dat zal Kees doen. En ik weet niet of je het kunt zien. We hebben de vlag half mast gehangen om aan te geven dat er overledenen aan boord zijn. Wat mij betreft kunnen we. Trekken. Zoals gezegd hebben wij het schip gereed gemaakt voor vertrek. We varen nu vanuit de veerhaven de Westerschelde op. Het schip wordt nu losgemaakt en we zijn vertrokken. En de route neem ik ook op, zodat u die ook later kunt terugkijken. Dat kunt u ook zien op de website. De verstrooiingen gebeuren vanuit deze strooikokers. Het zijn strooikokers van Aqua Omega, speciaal voor dit doel gemaakt. Vanuit hieruit worden de assen verstrooid. Elke persoon zit in één koker. Aan het einde van de verstrooiingen heb ik nog een bloemengroet die namens Aqua Omega wordt gegeven. Hier zijn we vertrokken. Dan gaan we zo, langs het hoofd van Vlissingen. Dit is de W10 boei. De Wielingen Noord in. Dit is het ankergebied Wielingen Noord, de W8 en W6. En gemarkeerd aan de andere kant door die gele tonnen. Vanaf de boulevard van Vlissingen, dat is hier heel goed te zien. En ongeveer bij dit kruisje zullen we de verstrooiing gaan doen.
Kees, alsjeblieft. We hebben de positie bereikt. We zijn vanuit Vlissingen zijn we gevaren en we liggen nu hier bij de Wielingen Noord. We hebben het schip stilgelegd. Zoals ik net zei over die zonnestralen die door de wolk heen kwamen. Het lijkt wel of we erheen zijn gevaren, want ik draai hem even om. Kijk, die is nu hier, verderop. Het is een prachtig gezicht. We liggen hier nu stil in het ankergebied en ik ga beginnen met de verstrooiing. Voordat we dat gaan doen, ga ik vragen aan Kees om de scheepsbel te luiden. Zojuist heeft de laatste verstrooiing plaatsgevonden om 15:45 en die zo in de positie, de eindpositie heb ik nu ook op mijn telefoon staan. Nu de bloemengroet namens Aqua Omega aan iedereen die hier vandaag op zee achterblijft. Ik ga de schipper vragen om een cirkel te maken rondom de bloemen. Bloemen gaan we straks weer terugvinden. En dan zullen we als laatste groet om iedereen goede reis te wensen, drie keer de scheepshoorn tegenwoordig brengen. Zover onze begeleiding. En misschien wel uw namen staan. We hebben ze een plekje gegeven hier op de Westerschelde. En wij zijn inmiddels weer terug naar de haven aan het varen. U heeft vandaag kunnen zien hoe wij as verstrooien op de Westerschelde. We zijn vanuit Vlissingen met de vlag half mast vertrokken. We zijn gaan stilliggen in het ankergebied bij Vlissingen. Tegenover de vuurtoren van Breskens. De assen zijn één voor één verstrooid. Na de laatste verstrooiing hebben we een bloemengroet gegeven namens Aqua Omega en iedereen die vandaag achterblijft hier op zee. De Timshell heeft een cirkel gemaakt, symbolisch onder de bloemen heen. En we hebben ter afscheid om de mensen goede reis te wensen. Drie keer de scheepshoorn tegenwoordig gebracht. Drie lange stoten waarvan de laatste langer is dan de voorgaande twee. Mijn naam is Sebastiaan Spit. En mede namens de bemanning van de Timshell. Alle medewerkers van Aqua Omega, bedankt voor uw vertrouwen. Als u vragen heeft, bel ons of mail ons. Onze gegevens kunt u heel makkelijk vinden op asverstrooiing.nl met dubbel i op het eind. Dag.